James Brown, get on the good foot. Ik zit ook wel on the good foot, want hier zit naast mij Trixie Whitley, die nog straks gaat performen. Een heel goede avond, Trixie Whitley. Goedenavond. Hoe gaat het? Goed. Je ziet er schitterend uit. Merci, dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Oh, je mag vaker komen. Ja, oké, super. Je treedt binnen een tweetal uurtjes op hier op Cooler Café, maar je zat nog gisteren in Werchter. Klopt dat? Eergisteren. Ja. En de sfeer is denk ik een beetje anders hier, want toen zat je in de regen, vandaag is het toch wel opgeklaard. Ja, volledig. Ja, en het is ook gewoon heel plezant dat we hier nu... dat we hier nu fans, op tijd zijn. Het was heel erg stressen voor Werchter. Zat met al de files en zo, dat we eigenlijk echt vanuit... We zijn met de instrumenten door het modder. We zijn uit de auto moeten stappen. Okay. Omdat het gewoon zo vast zat. En met onze instrumenten door het modder gegaan, tot aan het podium en direct opgegaan. Dus dat was... We hadden totaal geen... Dus op dat vlak geen soundcheck, geen repetitie. Nee, maar dat is sowieso niet op festivals. Maar het is toch wel tof dat je even een moment hebt voordat je opgaat om je even te bezinnen. Ja. En je dus hebt zelf ook effectief je instrumenten... het wordt niet voor je gedragen. Nee. Ah, voilà. Je bent nog een echte muzikant. Ja. Ik heb nog geen streken. Dat zal ik altijd wel zijn. Ja, maar dus... pas op, het zou wel tof geweest zijn. Het zou wel een beetje... Nee, het zou wel minder stresserend geweest zijn had ik niet door de modder moeten gaan met al de instrumenten. Ja, maar ja, kijk, dat was eergisteren. Dat was eergisteren. En het was uiteindelijk wel een heel fijn concert. Maar dus ik ben gewoon blij dat we vandaag dat we tenminste een beetje meer tijd hebben om... En dat inderdaad het weer... Ja, inderdaad. Je hebt nog wel even de tijd, maar je zei daarnet dat je nog van alles te doen hebt. Dus het is niet dat je even de tijd krijgt om te rusten, te chillen, voordat je aan je optreden begint. Nee, dat zijn al die dingen zoals... het is nu nog een uur en half voordat we moeten spelen. Twee uur. Ja, nog twee uurtjes. Ja, meestal is dat een promo zeker, hè? Promo doen. Ja, dat is de eerste, dus dat is nu nog een aantal. Maar ook ervoor zorgen dat we met de groep even een moment gewoon hebben om... om even in momentum, in de spirit te geraken. Hè? Ja. Het is natuurlijk zoiets gelijk op Werchter. Dat is ook plezant, omdat je dan geen tijd hebt eigenlijk om na te denken. Dat is gewoon van, op podium en alright, let's go, the show must go on. Ja. Maar het is wel een... Het is niet ideaal. Het is niet ideaal. Ja. Het is idealer als je toch minstens een uur voor showtime een moment hebt om even samen te kunnen zijn en te bespreken van, alright... En wat doen jullie dan als jullie dat bespreken? Maar eigenlijk vooral, of zelfs niet alles bespreken, maar gewoon even... dat is ook zo met toeren. Mm-hmm. En als je spreekt over een echt muzikant zijn, dat is zo het maffen, hè. Want ik ben op dat vlak wel echt heel gehecht aan mijn muzikanten. Zo. En die terwijl ik denk, in een normale popcircuit, en zeker met zo vrouwelijke zangen, is dat zo the artist and the band. En dat zijn zo twee verschillende entiteiten. Maar in mijn geval is dat absoluut niet zo. Dus ik wil ook zoveel mogelijk als één entiteit kunnen functioneren, omdat ik ook zoiets heb van, wij zijn ook één entiteit als we muziek spelen. Ja, ja, ja. Dus ik wil niet dat er daar zo... zo'n onverschilligheid tussen zit of zo. Of dat zo ik en zij... dat er daar een hiërarchie in zit. Dus meestal voor een optreden is dat gewoon dat ik echt wil dat we gewoon een positieve vibe in de backstage. En zelfs als het niet over... soms is het zelfs beter om niet over de muziek te praten, maar gewoon even gewoon samen te zijn. En gewoon een good vibe te installeren, of ik weet niet. Ja, dus het is wel mooi om dat te horen. Ik veronderstel dat die muzikanten dan ook bijzonder graag mee gaan spelen, hè, als dat zo gebeurt. Maar... Ik hoop het. Ik denk het wel. Ja. Nee, maar uiteindelijk, ik ben er al zoveel over bezig geweest tegen de muzikanten en andere mensen, is dat ik ben nooit in de muziekindustrie geweest. De muziek was altijd... gewoon omdat ik er niet zonder kon leven. En ik heb zoiets van, ik heb ook niet veel keus. Hier heb je ook niet veel keus. Hier heb je ook niet veel keus en daar moet je mee omgaan. Gewoon. Ja, dat is grappig. Ja. Hey, ja, hallo, hey, ja. Tada, ja,
Je mag nog blij zijn, Trixie, dat het nog vroeg op de dag is. Want s'avonds rond een uur of middernacht zie je hier eigenlijk heel, heel zotte dingen, hoor. Ja, ja. Maar ja, dat, dat maak je wel vaker mee, veronderstel ik, als grote ster. Dat mensen zich zo naar, aan jou smijten, aan jouw voeten smijten of zoiets. Ik ben daar ook echt absoluut niet mee bezig. Dat wil ik zeggen. Van, ik ben zo daar niet mee bezig. Voor mij is het echt gewoon alleen... Allee, zolang dat muziek kan spelen, al de show er rond, dat kan mij eigenlijk echt geen zak schelen. Sorry. Nee, dat is, op zich is dat wel tof, want ik zie het ook wel. Je bent hier vrij natuurlijk, ook al zit je met je glitter op je ogen, gesprek. Maar je bent heel natuurlijk in de omgang. En dat is heel tof natuurlijk. Want, voilà, het is natuurlijk en het is twee keer natuurlijk. Goed, ik stel mij de vraag, want jij stond hier 3 jaar geleden ook, hè, op Connor Café. Ja, het vragen hoe het toen was 3 jaar geleden is een beetje absurd, maar hoe kijk je naar vandaag, 3 jaar later? Ik kijk er heel erg naar uit. Ik herinner mij, ik meen mij te herinneren dat er dat optreden een fantastisch publiek was. En ik weet ook nog dat we... Dat er ook zo een iets technisch of zo... En dat is het, hè. Omdat ik was ik ben kijken. Zo begaan met de muziek en ik ben daarin ook een enorm perfectionisme. Dus ik ben niet zo met het showbiz-gehalte bezig. Ja. Dus bij mij is het ook... Ja, als er dan van alles bijvoorbeeld op podium misgaat, dan kan er niet aan doen dat dat mij gewoon... Ja, dat ik daar ook in mijn hoofd mee bezig ben. Van oké, dit mag niet... Het mag niet gebeuren of zo. Of, en dus ik weet nog 3 jaar geleden op Couleur Café dat er ook dat er iets was, technisch. En dat het publiek gewoon zo waanzinnig supportive was. Ja. Die waren zo positief. En er is nog een zekere... Zie je, ze zijn aan het zwaaien naar boven. Ik vraag me af wie dat er daarboven zit. Ik denk dat ik de mannen van niveau 4 heb zien langsgaan. Ah, ja. Coëlien en zo. Ik weet wat niet is als je... dat? Niveau 4, dat is eigenlijk een concept, enkel voor Couleur Café, van de Belgische hiphop-talenten. Dus zowel langs Franstalige als Nederlandstalige kant. Die enkel voor vandaag voor Couleur Café samen zijn gekomen. En ik denk dat daar een paar mannen effectief al op het dak zitten van de brusbus. En dat die daarom... Die hebben een dubbel mooi zicht. Hè. Jou hier en dan de mannen hier op het dak natuurlijk. Het is een beetje gelijk dat ze naar een voetbal dingen en langs twee kanten. Ja, met al de voetbal die al ook binst bezig is op Wechter, dat was ook funny. Ja, over voetbal. Ik wist zo niet van, zijn ze nu aan het juichen voor de muziek of voor de voetbal? Voor hen of voor mij? Dat is wel grappig. En was jij daar een beetje mee over bekommerd? Want heel veel artiesten vrijdag vonden dat niet tof dat ze ervoor of tijdens of daarna moesten spelen. Ik weet niet hoe dat jij daar mee omgaat. Ik heb gewoon geen tijd gehad om daar zelfs aan te denken. Gewoon. Omdat dat echt, wij zijn gewoon binnengerold door het modder op het podium. Let's go! Voilà. Oké, ik had zelfs geen tijd om ja, dat was, en wij zijn stellen, ook, wij waren toen, wij waren juist geland ook. En ik wist niet hoe dat het. Ik ben zelf ook niet zo'n voetbal. Ik volg dat niet zo. Ja. Dus eigenlijk, op dat vlak is het soms beter als je minder weet. Dan ben je er ook niet mee bezig. Ja, nee, ik geloof het. Dat is dan het voordeel van al zo dingen. Ja. Ja. Dus gewoon, in tegenstelling met vandaag, dat je al een paar uur rondloopt. Nu heb ik tijd om na te denken. Voilà. En hoe gaat het niet? En ben je dan een beetje zenuwachtig? Dan ben ik ook, dat zijn zo andere zenuwen. Hè? Ondertussen heb ik ook al geleerd... nice booty shaking. You got it going, girl. Yeah, he's going crunk. Ooh la 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 la. Ooh. What is that? What ben jij? 7? Of zoiets. Ja, het is een jong manneke. Oh, sexy hoor. Nogal. You want to be my dancer? All right. You want to be my dancer? All right, come up. You can do it. All right. Voilà, je hebt hier al alles gezien. Backup zangers en dansers. Voilà. Je hebt het allemaal voor de show voor straks. In elk geval, Trixie Whitley. Stay there. Ik wil helemaal mee op het podium nemen. Hier. In elk geval, ik wou gewoon jou bedanken voor de komst, want ik weet dat je nog heel veel werk voor de boeg hebt. En ik wou je gewoon dank u zeggen. Oké, het was heel merci, tof om jou te zien. En ik vind het fantastisch om te zien dat jij heel... Ja, heel chill bent. Heel natuurlijk, heel cool. En inderdaad, merci. Niet alle sterren hebben zo'n attitude. Dus dat is wel heel leuk natuurlijk. Oh, wow. Merci. Om voor mij dit mee te maken. Dat doet deugd om horen, merci. Absoluut. Nee, en het was een fijn interview. Dus. Oh, leuk. Dankjewel. En veel plezier straks. Merci. Hè? Ja, tot dankjewel. Later. Dankjewel. Ciao.